Je aandacht bij jezelf houden. En niet bij mensen die je bezighouden met hun. En je werkgever de hele tijd om hun drama's jou mee bezig te houden. En als je dan gewoon weet dat kwaad jou niks kan doen als jij uniek bent. En er niks aan jou te schaffen valt. Want niemand gaat jou compleet maken. Jij bent degene die jou compleet gaat maken. En zodra jij met anderen bezig bent, zijn ze hun energie aan het stelen van jou. Dus in plaats van alleen maar naar die buitenwereld kijken, moet je zenden naar die buitenwereld. En dat doe je door vanaf jou binnen. Dus als je echt gewoon als bewust bent, je frequentie hoog houdt, voel wat je denkt, denk wat je voelt en je eigen zintuigen gebruik, dan ben je gewoon je eigen wereld aan het maken en stap je niet in die van een ander. Want overal zijn acteurs. En laat hun niet jouw energie afnemen. En laat ze geen twijfels bij je brengen. En vragen die heel blij en positief aan je gesteld worden. Maar niet leuk zijn voor jou, die worden gespeeld op een hele positieve manier. Zodat jij het beantwoordt en erbij blijft. Maar echt, er zit achter maskers zit kwaad. Dus je moet echt bij je licht blijven. En alle antwoorden die jij geeft, doe gewoon alsof jouw hogere zelf of God, of dat er allemaal camera's hangen, dat de hele wereld meekijkt. Dus zorg dan gewoon dat je puur bent en ook gewoon uniek en vooral eerlijk. Je mag echt alleen maar waarheid spreken. Waarheid kan nooit tegen jou gebruikt worden. Licht kan nooit tegen jou gebruikt worden. Puur zijn kan nooit tegen jou gebruikt worden. In die drie voor anderen opnemen kan nooit tegen jou gebruikt worden. Je hogere zelf zijn en uniek zijn kan nooit tegen jou gebruikt worden. Dus je moet echt in het licht blijven, je frequentie hoog houden en de waarheid spreken. En luisteren naar jezelf. Luisteren als jij iets voelt. Denk daar eens over na. En als jij iets denkt, ga daar je lichaam in om te voelen. Als dat één wordt, dan ben je echt, dan kan je met je hogere zelf. Want als jij dat niet doet en wel met de buitenwereld bezig bent, voor je het door hebt, zit je gewoon in de wachtkamer. In een of ander vangnetje. Terwijl jij hebt echt niemand nodig. Dus je moet niet in die vangnetjes komen, want duivels en demonen, echt. Het is overal. En een relatie is puur wanneer je alle twee aan het groeien bent, elkaar omhoog helpt, niet tegenhoudt, niet elkaars energie aan het stelen bent. Want duivels en demonen, die zijn zich echt, die acteurs zitten overal en er zitten energiezuigers tussen. Die zichzelf echt een masker hebben voorgedaan. En die weten dat jij vriendjes zoekt. Die weten dat je volgers zoekt. Die weten dat je op zoek bent naar een relatie. Die weten dat je seks wil. Die weten, ze weten gewoon wat, als jij, iedereen wil een soulmate hebben. Dus als dat ook aan jou verkocht wordt, heel positief. Maar ga voorbij de emoties. Als jij voorbij die emoties gaat, dan is jouw denken en je voelen, die gaat dingen doorhebben. En hoe eerder jij die dingen doorhebt, hoe eerder je weer met jezelf kan bezig zijn. En niet energie maar aan het verspillen bent. Dus je moet echt uit het emotieveld. Want die emoties horen jou niet te beïnvloeden. Die horen niet jouw denken te beïnvloeden. Die horen niet jouw voelen te beïnvloeden. Echt, die vieze vampieren, die energiezuigers, die zijn echt met je gevoelens bezig. Maar als jij gewoon jezelf kan blijven, je frequentie hoog houden en die dingen niet gelooft, maar gewoon weet, uniek ben, jezelf ben, dan valt er niks aan jou te veranderen. Dus je moet echt altijd gewoon je licht blijven schijnen en dan zie je, ga je vanzelf donker gewoon zien. Echt. Er zijn acteurs, er zijn mensen die een masker op hebben.
Die proberen jou echt te winnen. Die laten jou zelfs gewoon hopen dat het allemaal maar goed komt. Terwijl jij weet dat het goed komt. Een wachtkamer is echt alleen maar wachten. Zelfs als jij denkt dat er 5 mensen met jou leuk doen, dat het bekeken wordt door 30 mensen waarvan er 10 blij aan het meecommuniceren zijn, dat is zo'n wachtkamer. Je komt daar niet verder, je bent daar niet met jezelf bezig. Als jij het allemaal bij jezelf kan houden. Allemaal hebben we een ego, hè? Allemaal, als we het ego wegdoen, hebben we het schaduw nog ertussen hangen. En daar gaan ze op spelen. Echt, jouw energie kan gewoon, als dat van jou is en jij besteedt dat aan jezelf en aan je dierbaren en aan de mensen die echt met je zijn, dan kan die energie kan groeien en dan kan je dingen manifesteren. Maar als jij je energie stopt in neppe mensen, in acteurs, in energiedieven, mensen die Satan aanbidden, mensen die met de duivel, die mogen liegen, hè, mogen ze. Dus die kunnen doen alsof ze alles in jou geloven, maar ze gaan ook alles wat je zegt in twijfel trekken. En dat gaan ze op een hele positieve manier doen. Dus laat, zelfs positief is hetzelfde als negatief, hè. Het gaat iets denken als jij met die emoties bezig gaat. Dus je moet niet met die. Je moet echt om je heen gaan kijken. De juiste vragen stellen is echt belangrijk. En stel vragen waarvan maar een paar antwoorden mogelijk zijn. Dan ga je echt dingen doorhebben. Echt, er zijn valse mensen. En die maken er gebruik van dat jij gehoord wil worden. En als jij naar hun gaat praten, dan word je niet gehoord. Echt, en zodra je het door hebt, blok die mensen. Dan is er ruimte voor echte mensen die bij jou binnen kunnen komen en die het wel willen horen. En als jij iets doet, dan kan je ook gewoon op Facebook, in die doelgroep, daar waar jij mee bezig bent, mensen zoeken die daar mee bezig zijn. En natuurlijk gaan daar ook vampieren en alles zitten, maar als jij op daar jouw eigen ding blijft doen. Je moet echt in je eigen kracht zitten en zorgen dat je die niet opgeeft. En zoals ik al zei, doe alsof iemand of alles en iedereen meekijkt. En blijf echt je beste zelf. Lieg niet en spreek alleen de waarheid. Want echt, ze weten wat jij zoekt en dat gaan ze je geven. Maar ze geven het je niet, want het is allemaal fake. Je moet groeien in bewustzijn en dan ga je dingen zien. En als je het niet hier al binnen via casual chakra of je thymus chakra, als jouw 12 chakra's niet geactiveerd zijn, dan gebruik dan hulpmiddelen. En dit hulpmiddel hier, dat denken van je, die kan de juiste vragen stellen. En dat voelen, de antwoorden die terugkomen, daar zitten de antwoorden. Mensen moeten echt groeien in bewustzijn en dan zijn we niet te stoppen. En dan gaan we echt manifesteren wat wij willen. We gaan naar 5D. Jij kan mee. Misschien neem ik je zelfs wel mee.